Op de A27 bij Utrecht richting Hilversum zit de verkeerspolitie achter een zilvergrijze Volkswagen Golf. De maximumsnelheid is hier 100. De bestuurder van de Golf lijkt dat een beetje langzaam te vinden en rijdt inmiddels boven de 140. De politie is een snelheidsmeting gestart, want meten is weten. De meting komt uit op een gemiddelde van 127. Inmiddels is de maximumsnelheid 90 in plaats van 100. Het wordt aangegeven op de matrixborden boven de weg. Maar de Golf trekt zich daar niks van aan en blijft hard rijden. Let ook op de rode pijl boven de weg. Verderop is een rijstrook afgesloten voor wegwerkzaamheden. De tweede meting komt uit op een gemiddelde van 130 en dat is gecorrigeerd 36 te hard. De Golf besluit dan nog even in te halen via de afgesloten rijstrook vlak voor de pijlwagen. Daarbij raakt hij net niet de waarschuwingsribbel die op het asfalt ligt. De politie heeft genoeg gezien en vindt het tijd voor een indringend gesprek met de bestuurder. Inmiddels zitten we op de A28. De politie wil de auto op de carpoolplek in Zeist aan de kant zetten. Als de politie de auto passeert, zien ze dat er twee jonge vrouwen in zitten. Ze krijgen een volgteken, maar zien die niet of willen hem niet zien. Want ze gaan weer inhalen. Maar dan bedenken ze zich. De vrouw achter het stuur is een beginnend bestuurder. Ze wil niet zeggen waarom ze reed zoals ze reed. Ze krijgt een boete voor de snelheid en ze wordt aangemeld voor een meerdaagse verkeerscursus waar haar nog een keer zal worden uitgelegd wat de betekenis is van een maximumsnelheid en een rode pijl. Hopelijk beklijft het.